De Rolt heeft de overwinning tegen Cambuur met de groep gedaan. Ja, heel veel positiviteit natuurlijk. Ik denk dat het een goede overwinning was. Niet sprankelend, maar ja, wel vanuit het plan wat we van tevoren bedacht hebben, hebben we dat denk ik gewoon goed uitgevoerd. En ja, dat geeft wel vertrouwen. Ja, dat was een overtuigende zege met twee schitterende doelpunten van Veerman en Klas. Geniet je er ook extra van als liefhebber? Van de doelpunten, ja, zeker natuurlijk. Je hoopt dat je hem zelf mag maken, maar nou ja, het waren stuk voor stuk mooie goals, zeker. Het was ook de tweede officiële wedstrijd met nieuwe speelwijze. Eerder werd daarmee verloren voor Groningen. Nu werd er dus wel gewonnen. Wat ging er dan ook beter dan die wedstrijd tegen Groningen? Ja, ik denk de afstemming onderling. Dat is natuurlijk ook logisch als je met een nieuw systeem gaat spelen. Al hadden we het wel al een aantal keer gespeeld. Alleen, ja, het zijn toch een stuk andere taken, andere rol voor een aantal spelers. En ja, dat is gewoon wennen, afstemmen, trainen. En dat krijg je niet in een week perfect. Dus ja, je ziet dat tegen Cambuur al een stuk beter ging. En ja, ik hoop dat we die lijn gewoon door kunnen trekken. Ja, want er zijn nog maar 5 wedstrijden te gaan. En dan volgen eigenlijk hoogstwaarschijnlijk de play-offs. Hoe richten jullie op de komende 5 wedstrijden? Nou ja, zoals we nu de laatste 2 weken hebben gedaan. Weet je, het nieuwe systeem, de uitwerking daarvan. Ja, gewoon werken aan onze speelstijl en aan ons vertrouwen. En dan met een goed gevoel richting play-offs gaan. Eerst vrijdag tegen Helmond Sport. Weet jij nog wat van de heenwedstrijd of heb je die uit het geheugen gewist? Volgens mij 2-0 achter. Terugkomen tot 2-2 en daarna verloren door een domme penalty, dacht ik. Nee, dus dat zal een stuk beter moeten aankomende vrijdag. Ja, waar ga je dan extra op letten? Wat moet er dan precies beter? Ja, lastig te zeggen. Ik weet niet wat toen helemaal het probleem was. Nu zijn we gewoon met iets anders bezig en die lijn moeten we gewoon doortrekken. Kijken of we misschien iets hoger kunnen gaan of iets meer, nog meer kansen kunnen gaan creëren. En dat het ook iets aantrekkelijker wordt om naar te kijken misschien. Maar ja, we zijn bezig met een plan richting play-offs en ja, daar moeten we gewoon mee verder gaan. Helmond Sport zit niet in de allerbeste fase, verloren 4 keer op rij en scoorde niet. Ook nog de trainers ontslagen. Doet dat nog wel iets met jullie benadering? Nee, helemaal niks. Iedere tegenstander wordt gewoon geanalyseerd op hoe ze de laatste wedstrijden hebben gespeeld. En hoe er verwacht wordt dat ze gaan spelen. Dus dat zal nu ook het geval zijn. En ja goed, nogmaals, we moeten gewoon het op onszelf richten. En dus vrijdag is het nog niet bekend hoe je gaat spelen. Maar dat zal ook alweer leerzaam zijn met het oog op de play-offs. Ja, daar moeten we nu gewoon alles aan doen om vertrouwen op te doen richting die play-offs. En zo goed mogelijk in die wedstrijden voor de dag te gaan komen. En ja, dat zal misschien met horten en stoten gaan. Alleen ik hoop dat we gewoon die stijgende lijn doorzetten. En ja, zeker voor eigen publiek, dat is toch altijd wel fijn om die ook te vermaken. Ja, nee, absoluut. Weet je, die zullen misschien denken bij deze speelstijl van ze gaan alleen maar terug. Alleen ja, we hopen natuurlijk ook wel dat we aanvallend gewoon meer kunnen brengen. Zeker dan de wedstrijd tegen Groningen thuis, die gewoon ja, heel teleurstellend was.